Er moet een beslissing worden genomen. Operatie ja of nee. Normale leven met lipodeem en de gebruikelijke behandeling voortzetten of kiezen voor 3 operaties en hopen op verbetering. Silke leeft al meer dan 10 jaar met de aandoening. Haar beste vriendin heeft veel te horen gekregen over de klachten. Wat haar vriendin Silke zou moeten doen, is voor haar duidelijk. Ik denk dat als je zo halverwege of eind 30 bent, je misschien toch die stap zou moeten doen om je levenskwaliteit terug te krijgen. Ook de ouders van Silke wensen hun dochter meer levenskwaliteit. We waren het eigenlijk relatief snel met elkaar eens dat de operatie meer voordelen dan nadelen met zich meebrengt. Dat is een mogelijkheid om te genezen en mooie benen te krijgen. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd dat wij het onze dochter willen aanraden om het te laten doen. Voor Silke spelen veel factoren een rol. Financiële overwegingen, maar ook haar relatie en haar werksituatie. Natuurlijk ben je bang dat er iets gebeurt. En als je zo'n beslissing neemt, is dat dan de juiste beslissing? Maar als ze aan de dagelijkse ellende met haar compressiekousen denkt en dat ze die haar leven lang zal moeten dragen, is het duidelijk voor haar dat ze bereid is om eventuele risico's aan te gaan. Nu ben ik nog jong en zou ik zonder kousen willen rondlopen. Dat is eigenlijk waar het vooral om gaat. Die kousen nemen een stuk levenskwaliteit weg. De klachten tasten de levenskwaliteit aan. Vanwege de psychische belasting heb ik geen zin om te gaan winkelen, om mezelf te laten zien, leuk aan te kleden, om vrij te leven. En daarmee is de kogel door de kerk. Silke laat zich opereren. De dag van de operatie komt dichterbij. Silke pakt haar koffer. De afgelopen weken wisselde hoop en vrees zich af. Natuurlijk zijn er momenten dat ik bang ben, maar er zijn ook momenten dat ik eigenlijk heel blij ben. Omdat ik ervan uitga dat het nu eindelijk beter zal worden. Dat het eindelijk beter zal worden, was ook voor een andere patiënt de reden om voor de ingreep te kiezen. Kerstin K. Bij de jonge sportieve vrouw is het lipodeem voor een leek nog nauwelijks te zien. Maar ze heeft pijn. Daarom heeft ze in een vroeg stadium voor de OP gekozen. Mij gaat het er niet om slank te worden of er veel beter uit te zien, maar om iets aan de pijn te doen. De symptomen en het opzwellen van de benen, daar wil ik vanaf en ook van die kousen. Terug naar Silke. Vandaag is de dag van de eerste operatie. Eerst worden er foto's van de benen gemaakt en markeert dokter Manuel Corneli de plaatsen aan de zijkant van haar benen die geopereerd gaan worden. De anesthesiste, dokter Eva Nieder, bespreekt nog een keer precies met Silke hoe de narcose zal verlopen. En nu gebeurt precies wat Silke in de afgelopen jaren altijd gezegd heeft. Als ik iemand iets aan mijn benen laat doen, dan is het dokter Corneli. De ingreep begint met het inbrengen van de tumescentieoplossing. Dit bevat een pijnstillend middel en dient ertoe de vetcellen op te lossen en van het bindweefsel los te maken. Ook dankzij de analgosedatie wordt de pijn uitgeschakeld. Daarna komt Silke 2 uur in een rustkamer. De tumescentieoplossing moet zijn werk doen. Silke's benen voelen alsof goed voor een platsen. Ze bijna barsten. Soort. Net alsof ze geen deel van mij zijn. 2 uur later, terug in de OP. Dokter Corneli begint met een lange canule in regelmatige bewegingen af te zuigen. Er zijn maar hele kleine incisies nodig. Door de vibraties trillen alle vaste delen zoals lymfe en bloedvaten van de canule weg. Alleen het overtollige vet wordt afgezogen. Het hele been wordt aan de zijkant, vanaf de heup, langs de knie tot aan de enkel afgezogen. De patiënte is aanspreekbaar, maar door de narcose zal ze zich straks nauwelijks aan iets kunnen herinneren. Dat prikken geeft een beetje een branderig gevoel. Maar het doet geen pijn. Een beetje onaangenaam. Meteen na de operatie krijgt Silke een lymfedrainage. Dan worden de plaatsen van de incisies afgekleefd en de benen stevig ingezwachteld. Dokter Corneli is tevreden met de operatie. De operatie is helemaal normaal verlopen. De patiënte heeft een beetje moeite de benen helemaal te strekken. Ze doet niet aan sport, maar dat hebben we voor elkaar gekregen. Ja, ik geloof dat ik me niet zo goed heb bewogen. In mijn hoofd hamert het nog steeds. Benen strekken, strekken. Im Hinterkopf. De patiënte maakt alweer grapjes. Dat is zeker ook te danken aan een zeer goede narcosevorm. Deze narcose light, zoals dokter Nieder dat noemt, zorgt ervoor dat tijdens de ingreep de pijn wordt uitgeschakeld. Maar de patiënt is relatief wakker of dicht daarbij, zodat hij zich gewoon kan omdraaien en op vragen kan reageren. En het sedatief werkt wat langer na. Bij Silke is het nu na de operatie.
Ja, alles oké, okay, ja. Alleen een branderig gevoel. Een branderig gevoel in mijn kuiten. Geen wonder, hier is het een en ander verwijderd. De aanblik van een met vet gevulde zak schokt Silke. Zo'n foto als bewijsmiddel. Ben ik toch blij dat ik het gezien heb. Je hebt het al altijd gevoeld en zo. Maar dat het zoveel zou zijn, dat had ik toch niet verwacht. Nog een beetje wankel op haar gezwachtelde benen verlaat Silke de praktijk. S'avonds komen haar ouders op ziekenbezoek. Bij haar relaas over de gebeurtenissen van die dag kan Silke haar hart luchten. Dat hadden jullie zien moeten. Dat hadden jullie moeten zien. Ik kan me niet voorstellen. Dat was echt de hammer. Dat was echt ongelooflijk. Was? 3 liter of zo in een zak. Ik zal het jullie later wel eens laten zien. Dat was heftig. Eerlijk, dat zo te zien. Dat vond ik, nou ja. En toen ik weer bijkwam, heb ik gezien dat ik weer zoiets als een been heb. Ze huilt van pure opluchting. En ook Gabriele en Harald vatten een steen van het hart. Ik heb het volste vertrouwen dat alles in orde komt. En ik heb er echt een goed gevoel bij. Of dat gevoel waarheid wordt, zal binnenkort blijken.